En minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, heeft met zijn Franse ambtgenoot Stéphanie Séjourné een overeenkomst getekend met betrekking tot de regionale en territoriale samenwerking tussen beide landen. Dit gebeurde ruim 2 weken geleden in Parijs, waar de bewindsman ook overleg voerde over diverse lopende zaken en geopolitieke kwesties. Onder andere kwam aan de orde de afronding van de werkzaamheden aan de aanmeersteiger de Albina, grensdemarcatie en de samenwerking langs de grens. Daarnaast voerde de BIBIS-minister ook besprekingen met Anthony Omeng Boamtang, de assistent-secretaris-generaal van UNESCO, belast met externe betrekkingen en prioriteit voor Afrika. Het overleg met Omeng Boamtang richtte zich op de relatie tussen Suriname en UNESCO met specifieke aandacht voor het rapport van UNESCO ICOMOS, wat ook bekend staat als International Council on Monuments and Sites, met betrekking tot de nieuwbouw van de Nationale Assemblée in de historische binnenstad van Paramaribo. Minister Ramdien heeft hierbij via de assistent DG, de directeur-generaal van UNESCO, uitgenodigd voor een bezoek aan Suriname.